Mevrouw De Schepenen, u bent voor de economie, voor de handelaars, vandaag een blijde schepen, dat we inderdaad kunnen genieten hebben van een lekkere, droge worst. Ja, het is inderdaad zo dat vanuit Purgent eigenlijk al een aantal jaren meegedaan wordt met dit mooie initiatief van onze Pirke rond de gouden fourchette, de gavene fourchette. Waarom doen we dat? Omdat uiteraard op die manier eigenlijk altijd een stukje een lokale handelszaak, een mooi ambacht, vorig jaar waren het de bakkers, vandaag zijn het de slagers, eigenlijk wel op een heel mooie manier in beeld komen. En dat is uiteraard wel belangrijk. Corona heeft ons allemaal een stukje geleerd van meer en meer lokaal te kopen, van onze ambachtelijke producten echt wel goed te gaan omarmen. En op die manier kunnen we dat dus eigenlijk nu ook wel doen. Het is ook een mooie uitstraling. Mensen die van buiten Gent naar hier komen, beginnen nu en dan toch wel regelmatig te zeggen, in het vleeshuis hebben we daar de specialiteiten. Weer een specialiteit die erbij komt, waar dan ze weer gaan kunnen van proeven. Ja, het is inderdaad altijd een beetje met een Gentse en echt wel een streekproduct toets die er wel in zit. Ook hier, het is een uniek recept dat gemaakt is als droge worst. Dus in die zin inderdaad is het absoluut wel een mooie troef erbij. Voor mij hier een gelukkige slager. Ja, inderdaad. Ik ben Pieter Serri van Slager Serri. En we hebben net Gouden Fourchette gewonnen voor beste droge worst. En daar zijn we heel trots op, zowel met het hele team als ikzelf. We vinden het een eer dat we tussen een hele mooie hoop slagers stonden en dat we daar als winnaar uitgekozen zijn. U zegt een droge worst. Ja, uit wat bestaat die? Eigenlijk is het allemaal varkenvlees, want ja, je kan dat met verschillende soorten vlees ook doen. Wel, wij maken die puur met varkensvlees, het glorious varken, vooral van de buik. Daarbij een gedegen zoutsamenstelling, kruidenspecerijen. En dan hebben wij daar als extra, voor er een echte Gentse droge worst van te maken, nog kaantjes bij gedaan. Een bijproduct van smout, arrogant bier en dierentijdmosterd. Worden er ook vette darmen gebruikt? Is dat nog altijd in? Wel, de vette darmen niet. Er worden eigenlijk gekuiste darmen van het varken voor gebruikt. Dan vul je eigenlijk af, net zoals een braadworst. Laat je ze een nachtje rijpen. En dan laten we ze eigenlijk drogen. Met een blazer op, dat er een beetje luchtvochtigheid heeft. Om zo tot een mooie krak te komen voor een echte lekkere droogworst. Wat is eigenlijk het geheim dat jouw worst heeft gewonnen vandaag? Welke specialiteiten zijn erin? Kleinigheden, specerij, ik weet niet wat. Wel, we gaan niet de hele samenstelling prijsgeven. Ik denk dat we door de vernieuwing met de kaantjes en het bier, de mosterd, wel een extra toegevoegd hebben. We maken ze ook met veel liefde, dat is ook belangrijk. En het is op basis eigenlijk van onze traditionele kruiden, die we al 30 jaar, die ik overgenomen heb van mijn vader. En dat is eigenlijk de basis, een goed stuk vlees, veel liefde voor het vak. En zo kom je tot een hele lekkere droogworst.